Hallo en welkom bij de tutorial hoe voeg ik een afbeelding in de content editor van Joomla en hoe kunnen wij hem schalen, verplaatsen en mapjes aanmaken, etcetera, etcetera. Oké, nou ik ben hier gebleven. Ik heb een linkje aangemaakt de laatste keer. Stukken tekst heb ik aangepast, stukjes gehighlight, andere kleuren. Ik moet weer opnieuw inloggen. Dus kijken of we nu in één keer goed inloggen. Zo. Ja. We zijn goed ingelogd. Ik heb hier het edit symbool. Ik heb hier mijn onderhoudsmenu. En vervolgens kan ik dus een plaatje gaan invoegen in een tekst. Nou, ik sta hier toch op de homepage. Ik heb daar toch al in lopen rommelen. Dus ik ga ook dit artikel gewoon weer wijzigen. Ik open hem. Dan krijg ik de teksteditor. Ik kan de teksteditor ook wat groter maken, zodat ik wat meer beeld heb. En vervolgens ga ik een plaatje plaatsen die verder nog helemaal niet in de site staat. Nou, ik ga dat doen onder deze titel, weer een Vespa scooter. En ik ga naar het image afbeelding symbool. Het staat er ook netjes bij, insert image. Ik klik erop, dan krijg ik de afbeeldingen manager. Even kijken, nou die bestaat uit drie gedeeltes, eigenlijk vier gedeeltes. Het bovenste gedeelte zijn de instellingen die je gaat maken voor je afbeelding. Dus het formaat, links of rechts lijnend, of er een lijntje omheen moet, dat soort zaken. Dan zien we daar ook direct een klein previewtje van wat de situatie is zoals je hebt ingesteld. Hier is de file browser, hier kijken we naar de directories van uw site, in dit geval onze eigen site. Die begint met een root, een hoofddirectory, met daaronder allerlei verschillende zelf aangemaakte directories. Dit zijn een paar standaard directories van Joomla, die ga ik later verwijderen. Nou, ik klik hier op de root. Vervolgens zien we hier de inhoud van de map waar we naar kijken. En hier zien we de details van de afbeelding. Nou, ik klik dus op de root. Ik ga eerst eens eventjes een nieuwe directory aanmaken, zodat ik daar ook duidelijk mijn afbeeldingen kan terugvinden. Hier zien we daarvoor de tools. Maak een directory en of voeg een afbeelding in. Klik op het icoontje van het mapje en ik zeg afbeeldingen tekstpagina's. Dan weet ik duidelijk dat daar de afbeeldingen van mijn tekstpagina's ingaan. Nou, dan selecteer ik die map en zie ik dat die leeg is. Vervolgens klik ik op het symbool Upload Image. En dit is heel handig. We kunnen namelijk gewoon afbeeldingen in dit vlak tillen of slepen. En dan kunnen we er meerdere tegelijkertijd uploaden. Nou, ik heb een paar afbeeldingen klaarstaan. Dat zijn afbeeldingen, CQ-foto's van projecten waar ik aan gewerkt heb. Nou, ik zal het laten zien. Ik heb hier mijn map op mijn computer. Daar staan dus afbeeldingen in. En die sleep ik dus gewoon naar dat venster. Zo. Die heb ik al. Die heb ik. Zo. Dan sluit ik hem weer. Ik sleep hem even weg. Dan zie ik dat er vier afbeeldingen klaarstaan om geüpload te worden. Ik klik op de button upload. Nou, je ziet het. Het gaat razendsnel. Ze zijn alle vier geüpload. Dat betekent dat deze afbeeldingen nu in mijn mapje afbeeldingen tekstpagina staan. En dat ik ze kan verdelen over al mijn tekstpagina's binnen mijn site. Nou, als ik erop klik, dan krijg ik de details te zien van de afbeelding. Hier kan ik de afbeelding dus ook wissen. Ik kan ze ook selecteren om ze allemaal tegelijk te wissen. Ik kan de naam van de afbeelding kan ik wijzigen als ik dat wil. Dat is weer goed, ook weer voor de Google resultaten, want die zoeken ook op afbeeldingen. Even kijken, ik kan de afbeelding kopiëren. Ik kan hem knippen en plakken. Ik kan een detail of een uitvergroting zien van de foto als ik dat graag wil. En de laatste is dat ik hem ook kan toevoegen aan mijn pagina. Nou, als ik dubbelklik op de afbeelding die ik wil gaan toevoegen, dan zet hij dus automatisch de juiste URL in de titelbalk. Die heeft hij nodig, dat is de link naar de afbeelding toe. De alternate tekst, dus de alternatieve tekst, die zichtbaar wordt op het moment dat je over de afbeelding heen hoevert.
de dimensies van de afbeelding. De afbeeldingen die worden automatisch, als ze echt te groot zijn, teruggeschaald naar een maximaal formaat van 1024 bij 768 pixels. Nou, deze valt daar nog binnen, dus het originele formaat is 1020. Maar dat vind ik veel te groot voor op mijn pagina. Dus ik zeg hier alvast dat ik hem 250 pixels breed wil. En hij wordt meteen proportioneel aangepast, dus de verhouding blijft. Nou, vervolgens kan je hem nu eigenlijk al in je tekst zetten, maar dat houdt wel in dat hij verder niks met het verloop van de tekst doet. Nou, laten we dat doen, dan zien we in ieder geval wat er gebeurt. Nou, de cursor had ik hier netjes staan en hier staat de afbeelding. Ik kan nu de afbeelding nog aanklikken en schalen of verkleinen, net wat ik wil, kopiëren en plakken. Maar stel nou dat ik het mooi vind dat de tekst toch doorloopt om de afbeelding heen. Dat kan. Dan zet ik de afbeelding gewoon strak naast de tekst. Hè. Dus de tekst direct achter de afbeelding aan. Dan gaan we weer naar de instellingen van de afbeelding. Dan zien we hier een preview van wat de status is zoals ik het nu gekozen heb. En dan kan ik onder alignment kiezen voor links, rechts, top, middel of bottom. Dat houdt in waar ik de afbeelding wil hebben. Ik kan, als ik namelijk voor right kies, dan gaat de afbeelding komt te staan aan de rechterzijde. Dan kan ik ook nog de margins, dat is de ruimte om de afbeelding, kan ik instellen. Nou, hij staat normaliter op equal values, maar dat wil ik niet, want dat houdt ook in dat hij hier aan de rechterkant ruimte gaat reserveren, terwijl ik alleen maar hier aan de linkerkant en aan de onderkant ruimte wil reserveren. Dus dat is, aan de onderkant wil ik 10 pixels en aan de linkerkant wil ik dat de tekst er met 10 pixels vanaf blijft. Nou, ik kan de afbeelding dan ook nog een lijntje geven, dat zal ik ook meteen laten zien. Een lijntje van 4 pixels groot. En kan de stijl kan ik selecteren, gewoon een solid lijntje of een dotted lijntje. En dan kan ik ook nog de kleur bepalen van het lijntje. Nou, dat gaat niet goed, zie ik. Dus dat zullen wij straks even controleren. Ik typ hier dan gewoon eventjes een willekeurige value in. En dan gaan we eens kijken of dat goed komt. Nou, nu ik dit gedaan heb, wil ik ook wel het resultaat even zien. Ik klik op update en ik zie inderdaad, de afbeelding gaat rechtslijnend en de tekst loopt er netjes omheen. Nou, er is niet genoeg tekst om te laten zien hoe dat dan eronder doorgaat. Dus ik kopieer even een stukje en dan plak ik dat eronder. Nou, dan zien we inderdaad dat al die settings goed ingesteld zijn. Nou, daar is nog veel meer mee te doen. Dus ik selecteer weer de afbeelding. Ik ga weer naar de settings. Zo. Dan haal ik het lijntje weg, want dat vind ik toch niet zo mooi. Ik haal die kleur weg. Dat gelooft u wel. Ik haal de border white weg, dus ik wil ook helemaal geen lijntje. Nou, verder zou je hem dan ook nog in het midden kunnen zetten. Je zou hem ook op de bodem kunnen zetten. Dat gaat dus om de tekst. Hè? De tekst hier gaat nu naar de bottom of the image. Of dat we de afbeelding en de tekst links zetten, maar dan zullen we ook de margins eromheen moeten aanpassen, zodat die 10 van de rechterkant van de image afstaat. Nou, op die manier kunt u dus heel eenvoudig een afbeelding invoegen. Nu is het vaak zo dat het een kleine afbeelding in de tekstpagina is, zoals dat we nu ook hebben. En dat je vaak wil dat als je erop klikt, dat er netjes een uitvergroting komt van het origineel. Nou, dat kan. Klikken hem weer aan. Gaan weer naar de settings. We hebben nog een stukje rollover. Dat bespreken we hier niet, maar dat is zoveel als dat je kan een andere afbeelding kiezen als rollover. Bijvoorbeeld deze. En als mouse out die. Dat houdt in dat als je met de muis eroverheen gaat, dat het plaatje verandert. En als je hem aanklikt, dat die ook verandert. Dat zullen we even laten zien door de pagina op te slaan. Nou, hier staat de afbeelding. Ik ga er met mijn muis overheen en dan gebeurt er niks. Dat ging niet helemaal goed, dus we gaan gewoon eventjes overnieuw beginnen. Ik voeg een afbeelding in. Ik ga naar mijn map afbeeldingen, tekstpagina's. Ik zeg ik wil deze afbeelding in mijn tekst hebben. Dubbelklik. Formaat 200 pixels. Vervolgens doe ik even niets met de alignment nu.
En aan de mouse over wil ik deze image hebben. En de mouse out wil ik graag deze image hebben. Dan slaan we dat op. Dan gaan we checken. Als ik nu met mijn mouse dus over het plaatje ga, dan ziet u, dan verandert die naar de mouse out image. En als ik er weer van af ga, dan verandert die in de mouse out image. Ja, daar kunt u hele grappige effecten mee genereren. Nou, we klikken hem weer aan. We gaan weer naar de tekst editor. Nou, dat is dus het stukje rollover. Dan is er ook nog iets leuks als advanced, waar nog meer instellingen te realiseren zijn. Dat laten we hier in deze tutorial even achter de hand. Dat gaat namelijk te ver in op de materie. Ik sluit deze image manager. Ik ga weer terug naar de afbeelding. En nu wil ik ook dat er daadwerkelijk een grote afbeelding in mijn venster komt op het moment dat ik erop klik. Nou, dat kan door op het link symbooltje te klikken. En dan maken we er een link van. We kunnen natuurlijk gewoon een link maken naar een andere tekstpagina of naar een andere pagina. We kunnen een link maken naar een van onze menu items en naar stukken van onze content. Nou, dit wordt allemaal uitgelegd in een andere tutorial. Wat wij willen is een pop-up. Een JC MediaBox pop-up. Zonder een pop-up icon, want we willen geen icon over onze foto heen. En waar willen we dan een pop-up van? Nou, dat moeten we toch in de URL instellen. We hebben hier weer het icoontje Browse. We willen een pop-up van een van de foto's. Dan kies ik er weer uit. Laten we zeggen dat we een pop-up willen van het origineel. Voegen we in. Dan gaan we weer terug naar pop-ups. En daar kunnen we zeggen wat het formaat moet zijn van de pop-up. 1000 is wel een beetje groot, dus ik maak er 800 bij 600 van. Bewaar de instellingen, ik sla dat op. Mouse over, ik klik erop. En dan verschijnt de afbeelding in een mooie dimmed layer style pop-up. Nou, voor zover even de tutorial over het invoegen van een afbeelding. Wat je er allemaal mee kan qua tekstomloop. En wat je er ook nog meer mee kan qua links aanbrengen, etc.